Hey, hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van mijn podcast Achter de voordeur met Simone. Super tof dat je weer luistert en dat je de er tijd ervoor neemt om deze podcast te beluisteren. Want het feit dat je hierop klikt maakt dat je bent getriggerd door de titel. He, iets van social media, iets met emotie onderdrukken, iets met afleiding zoeken in allerlei prikkels. Terwijl je eigenlijk weet: dit gaat me zo niet verder helpen, dus social media, maar toch doe je het. En ik heb vorige week een hele waardevolle, confronterende, maar wel, um, hoe zeg je dat, les geleerd die nodig was. En ik dacht: ik wil er een podcast over opnemen, want ik ga je even meenemen. In ja, mijn mini tripje, mijn reis van vorige week. He, um, je herkent het misschien zelf ook wel. Social media gebruik je als afleiding. He, je zit op de bank. Uh, je hebt even niks te doen. Je hebt even geen prikkel. Je verveelt je. Hup, je grijpt meteen naar die telefoon. Ondertussen ben je dan al gauw weer een half uur of een uur aan het Instagrammen of aan TikTokken. Of je bent een film aan het kijken op Netflix of Videoland. Maar je denkt: nee, hij is niet. Ah, mm, hij is niet echt wow of zo. Je, ja, je krijgt eigenlijk te weinig prikkels, dus boom. Grijp je weer meteen naar die telefoon? Of je denkt zelfs nog: ja, ik moet even iets opzoeken op mijn telefoon. Dus dan ga je naar je telefoon om iets op te zoeken. Voor weet ik wat voor weer het wordt morgen of zo. En uh, ondertussen denk je: oh, even mijn WhatsApp checken, even mijn TikTok checken, even mijn Instagram checken, Snapchat, weet ik voor wat je allemaal hebt. En dan leg je je telefoon weg en denk je: kut. Ik, ik moest opzoeken wat het weer deed morgen. Nou pak je weer die telefoon. Ondertussen heb je zoveel prikkels dat je gewoon ja, niet meer intuned bij jezelf. Je wordt eigenlijk steeds meer verwijderd van wie je bent en bent van alles aan het onderdrukken. Tenminste, dat was of dat deed ik wel altijd met social media. Ik, als ik dan even mezelf niet lekker voelde. Of um, ja, ik verveelde me, of ik ervaarde een onrustig of opgejaagd gevoel. Of ik zat gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Pakte ik vrij snel mijn telefoon. Nou, dan ging ik gewoon doelloos scrollen op social media. Doelloos scrollen uh, op mijn WhatsApp. Weer voor duizend keer op je telefoon kijken, terwijl je weet, ik heb helemaal geen vrienden. Maar je bent ondertussen, of ja, ik was ondertussen zo verslaafd aan, ja, dan maar mijn telefoon pakken. Terwijl ik ook andere dingen kon gaan doen. En dat deed ik altijd vrijwel onbewust. Ik wist wel dat social media mij niks bracht. In de zin van um, het is niet dat ik echt heel veel kennis ervan opsteek. Of dat ik echt denk: wow, ik, het, ja, het geeft me zoveel nuttige informatie of ik word er zo blij van en enthousiast. Maar toch greep ik heel tijd naar social media wanneer ik dan even niet zo lekker in mijn vel zat. En vorige week voelde ik aan alles: ik moet rusten. Uh, ik was ongesteld. Ik zat niet lekker in mijn vel. Weinig focus, weinig concentratie, weinig inspiratie. Privé uh, liepen de dingen ja, die ook gewoon veel energie van mij vroegen. Uh, en ik dacht, ik moet rusten. Mijn lijf zei ook van: Sim. nu chill je even de fuck out. En waar ik voorheen dus heel erg dan op social media ging zitten, dacht ik: nee, ik ga het deze week ook helemaal anders doen. Ik ga deze week helemaal van social media af. Een hele week. Ik, ik, ik ga mezelf hierin. Ja, hoe zeg je dat? Ik ga die oefening aan. Ik ga die challenge aan, die uitdaging. En ik wist ook wel, wat ik net ook al zei, ik wist dat social media mij niet verder bracht, maar ik begreep het nog niet echt. Snap je? Soms kun je dingen weten, maar je handelt er nog niet naar. Net als mensen weten, ik moet stoppen met roken, want het is niet goed voor mijn gezondheid, maar toch gaan ze door met roken. Of mensen die dan denken: oh ja, ik moet sporten. Ehm. Uh, of ik weet dat ik moet sporten voor een sterk lichaam, voor lekker in mijn vel te zitten, maar toch doe ik het niet. Dan begrijp, je het, dan begrijp je het niet echt. Tenminste, zo denk ik erover. Want anders zou je je gedrag wel aanpassen. En dat had ik dus heel erg bij social media. Ik wist, oké, okay, dit gaat me niet verder brengen. Op een paar mensen na trouwens, want ik, ik volg ook uh, heel veel voorbeelden en ondernemers die mij ook wel echt verder helpen die ik interessant vind, maar 80% van de tijd was het doelloos scrollen. En was het vooral een beetje afleiding zoeken en weer prikkels krijgen... die mij vooral niet verder hielpen. En ik was me daar dus nog niet ja, 100% van bewust. En toen ik dus vorige week dacht, wow, ik moet echt rusten... echt, ik dacht, ik wil gewoon even een week vakantie... mijn lichaam tunen daar gewoon in één keer op in... en ik voelde ook, dit moet ik nu even gaan doen... En ik gebruik liever niet het woord moeten, want je moet waarschijnlijk al zoveel van jezelf. Maar toch dacht ik: nee, ik wil rusten. Ik wil echt uittunen. En natuurlijk kwamen die gedachten dan op. Ja, maar Siem, als je rust, dan ben je niet nuttig. Dan ben je zinloos bezig. Als je rust, dan ben je stom. Als je rust, dan ben je lui. Rusten is onnodig. Rusten is voor mensen die niks van hun leven willen maken. Wat denkt iedereen daar wel niet van? Ja, maar je moet voldoen aan dat perfecte plaatje. En je moet nog zoveel, want je agenda is zo vol. Dat, dat, dat waren echt oh, stemmetjes opkwamen, maar ik voelde ook aan alles. Ik wil daar doorheen. Misschien herken je dat ook wel, dat je ooit zo'n onderbuikgevoel hebt van: 'De tijd is rijp dat ik dit nu mag gaan doen.' Ik kan niet uitleggen waarom, maar ik wil dit gewoon. En ik ga dit ook gewoon doen, no matter what. Niemand kan je dan. Nog van gedachten um, ja, gedachte brengen. Dus dat had ik dus vorige week ook. Dus ik had mijn agenda daarbij gepakt. Ik had toevallig echt heel veel vrije tijd uh, die week. Misschien ook wel het universum, die dacht: Sim, je hebt deze week veel vrije tijd. Dus nou ga ik hem bij je droppen. En naast dat ik wel wat klantenafspraken had, dacht ik: Oké, okay, hoe kan ik dan nog meer uittunen om dicht bij mezelf te komen? En toen dacht ik social media. Ik ga er vanaf. En weet je wat me heel erg opviel? Holy shit. Het was confronterend maar wel nodig. Elke keer als ik op de bank zat, of uh, als ik aan het koken was, of uh, als ik me gewoon even verveelde en niks had te doen, greep ik meteen naar mijn telefoon. Ik was dus verslaafd, of ik ja, was, ben, ja. Wanneer ben ik het helemaal niet meer? Het is denk ik sowieso een blijvend uh, leerproces ik was dus verslaafd aan mijn telefoon, aan prikkels. dus ik pakte dan elke die telefoon en toen dacht ik wat de Zien, wat doe je nou echt? op een gegeven moment leek het echt alsof mijn hand gewoon naar een magneet werd toegetrokken en dat was dan mijn telefoon. en dan pakte ik die telefoon en dan keek ik ernaar en toen dacht ik nee, ik leg hem weg. wat de fuck doe ik? en dat had ik meerdere keren op een dag en vooral wanneer ik me dus verveelde, wanneer ik eigenlijk moest gaan voelen, maar dat daar geen zin in had, want dat kost weerstand, energie, kost een bak aan tranen. Heb ik allemaal geen zin in of had ik toen geen zin in? Maar ik dacht wel: wow, dit is een besef moment. Hoe vaak ik wel niet naar mijn telefoon grijp om even social media te checken, terwijl je daarna weer een uur nutteloos voor je uit zit te scrollen. Dacht ik wow, oké, okay, ik ga hem wegleggen. Dus ik leg die, die telefoon weg. En ik zei ook tegen mezelf, elke keer als ik de niet heb om die telefoon te pakken, dan pak ik die telefoon. En dan, dan ga ik 10 seconden op Instagram zitten. En dan ga ik daarna inchecken. Oké, okay, heb ik iets van geleerd? Heb ik iets van opgestoken? Wat voel ik eigenlijk? Dus ik pak die telefoon. Ik open Instagram en ik scroll letterlijk 5 seconden. En ik denk alleen maar. Onrust, kotsgevoel, opgejaagd gevoel. Al die prikkels, al die mensen die het perfecte leven leiden. En dan lig ik nutteloos, even tussen aanhalingstekens nutteloos, want het was fucking zinvol, uh, op de bank. Niks te doen. What the fuck? Wat gaat iedereen daar wel niet van denken? Die verwachtingen van iedereen of de verwachting van de maatschappij. Dat perfecte plaatje. Wow, toen dacht ik, holy shit, ik steek echt Niks op van social media. Waarom volg ik überhaupt al die mensen die, die, die dan foto's plaatsen dat ze aan het strand liggen? Of foto's plaatsen dat ze zo'n geweldig leven hebben? Want dat is social media ook. Hè. Je ziet zo weinig de loos. Je ziet alleen maar de highs. En dan denk ik: we zijn mens. Ik ben echt niet de enige die even een klote week heeft, die ongesteld is, die alleen maar um, in haar kokonnetje wil kruipen en gewoon chocola wil eten. Ik ben echt niet de enige, dacht ik. Dus ik leg die telefoon weer weg. En dat deed ik dan een paar keer. En toen ben ik tot dat besef gekomen. Wow, social media brengt mij me echt geen ene fuck. Besef. Ja, ik volg mensen die mij kennis geven, handvatten. En waarbij ik denk, hé, hey, jij bent ja, een inspirerend persoon. Maar 80% was nutteloos, al zeg ik het zelf. En wat ben ik toen gaan doen? Ik ben echt de rust op gaan zoeken. Op allerlei manieren. De ene dag had ik zin om twee uur te gaan wandelen in de bossen. Nou, dat was heerlijk. Ik kwam echt dicht bij mezelf. Ik kreeg rust in mijn hoofd. Ik was dus niet bezig met wat moet ik allemaal nog en uh, wat verwacht iedereen van mij. Want iedereen om me heen was gewoon aan het werken, behalve ik. Ik laste even een random week vakantie in soort van naast een aantal klantafspraken. En ik ging van social media af. En de andere keer ging ik een boek lezen. De andere keer ging ik alleen naar het terras, chocolademelk drinken, warm chocolademelk. De andere keer ging ik naar. Uh, de, hoe noem je dat? Waar je altijd planten en bloemen kan kopen. Ik ben gewoon de naam kwijt. Tuincentrum. Ging ik naar een tuincentrum, heb ik hier mijn uh, appartement opgepimpt. Vond ik leuk. Een beetje, een beetje alleen naar de winkel. Bezig zijn. Heb ik bloemen gekocht. Maar ik heb ook heel veel potjes lopen janken. Gewoon janken omdat ik dus niet afleiding zocht in social media. Maar echt ging voelen. Ik zat dan op dat bankje. In de bossen. Voor me uit te kijken. Nou, het was echt heerlijk. Want ik voelde zo'n intense rust. Ik had amper gedachten. En toen dacht ik. Wow, moeten we even huilen. Random, zomaar, ineens. Holy shit. En ik liet het toe. En dat was lekker. Dat was echt lekker. Pittig, maar wel lekker. Ik heb vorige week nog echt heel veel potjes gejankt. Ook in één keer, ik kwam thuis. Uh, want ik werk nog 16 uur als verpleegkundige. Ik kom thuis, mijn vriend was al thuis. En één keer moest ik keihard janken. Ik heb echt, denk ik, wel een half uur echt hard gejankt. En Niet even een traantje laten. En echt gewoon snotteren, snotteren. Gewoon. Oh, mijn neus zat dicht. En ik moest gewoon. En toen dacht ik, oh, ik ben klaar. En toen moest ik weer huilen. En toen dacht ik, oh, ik ben klaar. Nee, ik weer huilen. En het klinkt nou negatief, dat weer huilen. Maar het was wel nodig. Om al die tranen even te laten zijn. En ik geloof dat er nog meer gaat komen. Dat is ook helemaal oké. Okay. Maar besef. Als je dan zelf nu nog steeds luistert en denkt... wow, ik ben ook heel veel op social media aan het zitten. Wat onderdruk ik eigenlijk? Waarom ga ik niet een boek lezen? Waarom ga ik niet lunchen met vriendin? Waarom ga ik niet ook bloemen voor mezelf kopen? Waarom ga ik niet wandelen in de natuur? We zijn zoveel bezig met die buitenwereld. Met wat iedereen van ons verwacht. Want daar gaan mensen negatief over je praten. Oei, oei, oei. Dat is echt het einde van de wereld, niet? Als andere mensen negatief over jou praten, dat is echt het einde van de wereld. Nou, niet dus, maar dat is wel hoe heel veel mensen denken. We zijn zo bezig om ergens aan te voldoen, maar wie ben jij? Wat wil jij? Wat zegt jouw lijf? Ben je ook bereid om daarna te handelen? Durf je ernaar te handelen? Of ben je zoveel bezig? met leuk gevonden worden, binnen de groep passen... vooral niemand kwetsen of teleurstellen. En vorige week dacht ik, ik ga dat doorbreken. En ik voel ook echt dat ik daar een stap heb gemaakt. Ik heb zojuist ook um, mijn telefoon gepakt... en ik ben echt veel mensen gaan ontvolgen op social media. Ik ging van... Ik volgde sowieso niet veel mensen trouwens... Maar ik ging van de 151 mensen die ik volgde naar 88. Nou, en daar zat ook gewoon rende mensen bij, zoals zo Milushka die ik dan volgde om haar kookideeën. Dacht ik, ja, ik ga jou niet volgen. Of iemand die dan grappige um, filmpjes plaatste. Ik ga jou niet volgen. Waarom zou ik jou. Ja, je bent een leuk mens. En soms moet ik om je lachen. Maar als ik je nodig heb, kan ik ook gewoon naar je website gaan. Of zo, hè? ik noem maar even iets ik ben heel veel mensen gaan ontvolgen. En ik heb, een jaar terug heb ik ook gewoon heel veel vrienden ontvolgd. En ik kreeg daar soms ook berichtjes van. Huh, zie, what the fuck? Ik zie dat je mij bent gaan ontvolgen op social media. Vind je mij geen leuk persoon meer? Toen dacht ik, wow, leven we in een wereld waarin als ik jouw vriendin ben... en ik volg jou niet op Instagram, dat ik jou dan niet meer leuk vind? What the fuck? Ik dacht echt. oké, okay, dit is echt next level. Dus ik appte diegene ook terug van. joh, dit is totaal niks persoonlijks. Maar ik. Ik vind meer als jij op vakantie bent, of als jij iets uh, hebt meegemaakt. Of leuk of niet leuk. Stuur mij dan persoonlijk een appje als je iets met me wilt delen. Of bel me. Ik hoef dat toch niet van Instagram te zien? En be real, we zitten altijd. Uh, alleen maar de leuke dingen op Instagram. Dat is echt zo grappig. Toen ik mijn vrienden had volgde, Een heel jaar posten ze niks. En als ze dan een uitje hebben. Of ze gaan op vakantie naar Curaçao. Dan komen in één keer 300 foto's op die Instagram. Dat ik denk. Ja. Nu laat je wel je leven zien. Want nou heb je een leuk leven. Maar toen je een half jaar geleden in de goot zat. Toen liet je niks zien. Social media is fake as fuck. En... Diegene die vond het daarna ook prima toen ik uitleg gaf. Maar toen dacht ik: Yo, guys, waar gaan we heen in deze wereld? We zijn gewoon vrienden in real life. Als ik je ontvolg op social media, no big deal, niks persoonlijks. App mij, bel mij. Spreek, we spreken wel weer een keer af. Dat vind ik veel waardevoller. Ik weet nu even niet meer waar ik was gebleven met mijn vrouw, omdat ik even een zijweggetje heb genomen. Maar. Ik heb geleerd dat op social media zitten je juist alleen maar onrust zorgt. Voor onrust zorgt. Juist alleen maar bezig bent met die buitenwereld en niet met jezelf. Ik heb dus ook vorige week geleerd, hé, hey, ik ga mensen ontvolgen en ik ga Instagram gebruiken voor werkgerelateerde dingen. Ik ga niet meer doelloos scrollen. Ik ga niet meer Ja, dat is. Het. Ik ga niet meer doelloos scrollen. Ik ben heel veel mensen gaan ontvolgen. Daar was ik gebleven. Ik ben heel veel mensen gaan ontvolgen. En nu wil ik alleen nog maar op Instagram zitten voor werk. Of om even een keer inspiratie op te doen voor een filmpje. Maar verder wil ik het niet meer gaan gebruiken als afleiding. En dat is een proces, hè? Waarin ik vorige week heel veel heb gedaan, Dan denk ik nu. Oké, okay, nu wil ik dat vasthouden. Alleen dat is een proces, want het is ook een automatisch gedrag wat ik mezelf heb aangeleerd misschien merk je dat zelf ook, dat je ook vaak naar die telefoon grijpt, onbewust, of weer die telefoon grijpt om iets op te zoeken, maar uiteindelijk eindigt op TikTok en dan denkt kut, ik moet eigenlijk weten wat het weer deed morgen, of wat het weer doet morgen, maar dat ben je dan vergeten, omdat je, je wil laat afleiden door allerlei prikkels. En doordat ik dat heb gedaan, heb ik dus ervaren dat ik veel meer rust heb in mijn hoofd. Dat die rust vooral komt door mijn externe prikkeling of prikkels. Uh, dat ik veel minder bewijsdrang ervaar. Want ja, ik ben niet bezig met wat iedereen doet, ik ben bezig met wat ik doe. En uh, ja, hoe zeg je dat? Meer rust in mijn kop, minder bewijsdrang. Ik was gewoon dichter bij mezelf, zat lekkerder in mijn vel. Ik deed wat ik deed. Ik deed waar ik vrolijk van werd en niet wat kon nu iedereen van mij verwachten. En dat wil ik jou ook meegeven. Als je nu denkt: Oh, ik gebruik social media zo vaak als afleiding en om al mijn emoties te onderdrukken. Ga dan eens, al is het, nou ja, ik deed het in één keer een week, maar je kunt ook beginnen met een uur of met een dag. Gewoon niet op social media zitten. Open je WhatsApp drie keer per dag: hè, om negen uur s ochtends, drie uur s middags, acht uur s avonds. En verder, effe niet. Als mensen jou nodig hebben, dan bellen ze wel. Ga niet om de haverklap en elke pauze of als je even niks te doen hebt, meteen op social media zitten. Als je dan bijvoorbeeld bij de huisarts in de wachtkamer zit, ga eens niet op je telefoon zitten. Als je dan bij de bushalte zit, wachtend op de bus, ga dan niet op je telefoon zitten. Als je aan het lunchen bent met een vriendin en die vriendin is even naar het toilet, ga dan eens niet op je telefoon zitten. Kijk gewoon eens voor je uit. Tune even bij jezelf in wat je voelt. Ga op die bank liggen. Niet op die telefoon zitten. Ga de natuur in. Ga, ga, ga eens testen. Wat komt er dan los? Waarschijnlijk heel veel emoties waar je geen zin in hebt. Maar, meid, die moet je juist gaan aankijken. Want wanneer jij denkt: Ik heb ergens geen zin in. Dit voelt eng. Dit voelt moeilijk. Dit voelt lastig. Dit kost weerstand. Dan moet je daar juist in jumpen. Dat gaat je verder helpen. Geef jezelf wat meer liefde. Yes. Dat was mijn verhaal van vorige week. En ik heb nu dus ook geleerd: minder op social media gaat mij gegarandeerd verder helpen. Meer rust, minder bewijsdrang, dichter bij jezelf blijven en hier ook naar handelen. Heel erg belangrijk. Voel je vrij om mij een DM te sturen op Instagram, Instagram wanneer je denkt. Holy shit team, ik loop je zo hard tegenaan. Ik weet, ook, ik weet het ook even niet meer. Uh, help mij alsjeblieft. Je bent me niet tot last, ja? En ook geen één vraag is graag gek of stom. Ik ben er om je te helpen. Laten we het samen gaan doen. Stuur mij een DM op Instagram en dan, dan denk ik persoonlijk met je mee. Wanneer jij die vrouw bent die in een moeizame relatie zit met hun ouders, wel of geen contact, dat maakt niet uit. Jij merkt op dat het je dagelijkse leven nog steeds negatief beïnvloedt. Laten we het samen gaan doen. Ook al vind je het spannend. Yes, je bent mij niet tot last. Ik ga me afsluiten. Ik hoop dat je er ontzettend veel aan hebt gehad. Um, heb je nog een vraag? Je weet me te vinden. Ik zal ook in de show notes, dus in de tekst onder deze podcast, even mijn Instagram, uh, Instagram sorry, en mijn website. En mijn e-mail laten zien. Dan kun je daarop klikken en dan kun je me direct een chat sturen. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. Ik wens je een rustige dag zonder social media. Ga de uitdaging aan, want gegarandeerd je moet even door de zure appel heen bijten. Maar girl, wat je er uiteindelijk van gaat ervaren is echt zo fucking waardevol. Yes! Misschien spreek ik je snel en anders wens ik je een hele fijne dag.